Dag dames en heren, welkom bij Focus. Het was een moeilijke afweging, maar ik ben niet meer beschikbaar als wethouder. Met deze mededeling hakte Jan van Loon deze week definitief de knoop door. Hij gaat er na de komende verkiezingen dus mee stoppen, nadat hij bijna 30 jaar in de politiek heeft gezeten. En Jan van Loon is nu te gast in de studio. Meneer van Loon, welkom. Graag. Ja, afgelopen dinsdag werd het dus bekend. U gaat ermee stoppen. Veel reacties gehad de afgelopen dagen? Ja, heel veel. Vooral ook van binnen mijn partij. Er zijn toch een groot aantal mensen. En waar ik dus aanwezig ben, allemaal wel hele leuke reacties ook. Ja, een mooi voorbeeldje noemen. Vanmorgen ging ik even de krant halen, want er staat vandaag iets in. En wethouder, jammer. Dus overwegend, overwegend positief. Ja, we hadden het ook echt heel goed geheim gehouden. We hadden de knoop echt pas op het laatste moment doorgehakt wat dat betreft. Ik heb het geheim gehouden. Ik heb het niet mee, omdat het voor mij ook moeilijk was. In mijn achterhoofd wist ik ergens wel van... Jan, je doet het al heel lang. Ik heb in de zomer het voor mij ook nog eens een keertje op een rijtje gezet. En dan kom je tot de conclusie, je doet het al 30 jaar. Je hebt 4 periodes wethouder mogen zijn. Je bent 64 en je hebt 45 jaar gewerkt. En anderzijds, wat ga je dan na 1 januari doen? En wat is Os toch eigenlijk nog mooi om voor die stad bezig te zijn? Dus In mijn achterhoofd ergens van, ja, het is het moment wel om te doen. Maar om dan, wat je zegt, kenbaar te maken en ook te besluiten, nee, het is mooi geweest, dat is moeilijk. Ja, de afgelopen jaren is er eigenlijk al vaak naar gevraagd, hè, van wat gaat Van Loon doen na de verkiezingen? Ook gezien bijna pensioengerechtigde leeftijd, zullen we maar zeggen, die u had. Is het toch een soort opluchting ook, dat het nu bekend is en dat het voor iedereen duidelijk is? Ja, nu wel. Sinds ik het een dinsdag dus zeg maar heb medegedeeld. En ik ook die hele leuke reacties mag ontvangen, overwegend ook van, heel begrijpelijk en je hebt gelijk. Nu valt er toch wel iets van me af, dat ik weet van, nou nog lekker 4 maanden, ik heb nog genoeg te doen. En wachten tot het nieuwe college er straks zit. En dan valt er voor mij wel een enorm gat. En dan moet ik gaan nadenken van, hoe ga ik dat goed invullen? Ja. Ja, als je ze aankondigt te gaan stoppen, heeft u het idee dat het werk erop zit? Dat het zo'n beetje af is wat u betreft? Want dat is natuurlijk ook lastig te zeggen. Ja, nou, dat was het dus hem. Dat was het hem. Dat idee heb je nooit. Ik heb van de week ook gezegd, Os is mijn gemeente. Os is gewoon een geweldige stad. Vinden heel veel mensen met mij. Maar het kan nog meer uitgedragen worden. In dat kader is er ook nog ontzettend veel te doen. Maar als je, ik zei al, ik heb het een en ander op een rijtje gezet. En als je dan toch op een rijtje tot de conclusie 3 A4'tjes vol waren ongeveer, ik heb het gezien. Ja, daarom. En dan kom je tot de conclusie, wat een mooie project heb je mogen realiseren. Natuurlijk met een topproject, zoals de N329, de weg van de toekomst, waar ik 10 jaar aan heb mogen werken. Maar ook zo'n pivotpark. Nou, dan denk je van, wat voegt de komende 4 jaar, want daar had ik ook aan gedacht. Ja. Wat voegt dat aan dat alles nog toe? En dat kan nog het een en ander zijn, maar je hebt zo ontzettend veel moois bereikt. Nou, dan moet je ook op een gegeven moment kunnen stoppen en het stokje over kunnen dragen. Ja, en u heeft duidelijk gekozen nu voor het gezin en de familie. Hè? Dat is een heel belangrijk uitgangspunt geweest. Ja, het privéleven zeg ik dan inderdaad. Ik heb 4 prachtige kleinkinderen en die zitten nu nog in een leeftijd van opa komen zijn... Doe dit eens met ons mee, hè. Opa en oma in dat geval. U heeft vaak nee moeten zeggen de afgelopen periodes. Maar mijn vrouw heeft ook 30 jaar achter me gestaan. En die heeft ook echt door het een en ander moeten laten. Dus het wordt nu tijd om daar samen in ieder geval nog meer privé te gaan genieten. Dus flink gejuicht in de familie toen u het bekend maakte. dat is zonder meer zo, ja. Was 4 jaar eigenlijk geleden al een beetje een discussie van... nog doorgaan, maar toen was dat voor mij geen discussie. Maar nu zijn ze thuis zeer tevreden. Ja, nou, u gaf het net al ook een beetje aan dat het sowieso wel tijd werd voor een nieuw gezicht namens VDG in een mogelijk nieuw college ook. Die opvolger, wordt vaak eens over gesproken natuurlijk. De naam Frank den Brok wordt vaak genoemd. Ziet u hem ook als... iemand die in uw voetstappen kan treden? Ja, dat is geen enkele twijfel. Frank die is nu al 8 jaar ook fractievoorzitter van de VDG.
Daar hebben we het ontzettend mee getroffen. Want ik mag wel zeggen, maar het is vanuit mijn partij. Hij doet het natuurlijk geweldig goed. Heel veel politieke ervaring ondertussen ook al opgedaan. Maar hij heeft ook die uitstraling om een volgende stap te zetten. Als dat straks zeg maar voor gevraagd wordt. Want eerst een goede verkiezingsuitslag proberen te maken. En dan kijken hoe je een nieuwe coalitie vormt. En dan kijken wie zijn de beoogde wethouders. Ja. Maar Frank is een topkandidaat. En als we gaan over het portefeuille, ook weer economie en financiën, wat u altijd heeft gedaan? Iedereen heeft zijn eigen interesses. Hè? Je geeft aan wat mijn interesses zijn geweest. Ik zeg heel eerlijk, ik heb met Frank daarover wel gesproken gehad. Wat verschillend over gedacht, maar ik heb hem wel verteld dat wat ik in ieder geval heb, wel hele interessante portefeuilles zijn. Hij moet dat zelf afwegen, want hij moet uiteindelijk het werk gaan doen. Ja. Of een ander. Hè, maar hangt Frank is natuurlijk gewoon ook helemaal af van wat er uiteindelijk ook voor coalitie uit gaat komen. U heeft net al een aantal punten genoemd waar u met veel plezier op terugkijkt. Het gaat niet altijd heel vlotjes natuurlijk. Er zijn ook zware taken op uw pad gekomen die wat moeilijker verliepen als u terugkijkt. Ja, wat is dan de zwaarste opgave geweest? Dat is toch wel een... Laat ik het zo zeggen. We zijn aan deze bestuursperiode 4 jaar geleden begonnen in de wetenschap van... Het wordt niet gemakkelijk, want we moeten enorm bezuinigen. Ja, dat is echt het toverwoord van de laatste jaren sowieso geweest. Ja, 4 jaar geleden zou het gemakkelijk zijn geweest om te zeggen van... het is mooi, ik heb geen zorgen, ik stop ermee. Maar ik heb geprobeerd met deze coalitie die uitdagingen aan te gaan. En we hebben 17 miljoen moeten bezuinigen. En dan zeg ik heel eerlijk, dat is een hele zware opgave met elkaar geweest. Maar we zijn daartoe wel in staat geweest. Gevolgen van die bezuinigingen is dat je andere dossiers krijgt. Zowel mijn collega's, maar ik ook. En dan zeg ik maar even, denk aan de hele kunst en cultuur. Ja. En dat is afgelopen jaar zo'n intensief dossier geworden. Want we hebben prachtige culturele instellingen. Maar ze moesten stevig bezuinigen. Om in goede gesprekken met elkaar, en ze hebben dat dus gedaan, om dat toch tot een goed eind te brengen. En bijna zijn we zover. We hebben nog een commissievergadering. Er moet nog het een en ander opgelost worden. Maar dan word je toch in het laatste jaar wel geconfronteerd met zo'n stevig dossier. Ja. Dus dat kwam op het laatste van de carrière nog even langs. Ja, toen wist ik dat nog niet, maar het heeft me wel de laatste jaar heel veel tijd gekost. Ja. Nog een paar maanden bent u wethouder, even afhankelijk van wanneer er een nieuw college zit uiteindelijk. U zei net al, had het over het dreigende zwarte gat. Al enig idee waar u straks al die tijd aan gaat besteden? Ik heb nu in mijn gedachten van, ik sport graag, hè. Altijd gedaan gehad. Ik mag nog actief kunnen tennissen, daar ga ik meer doen. Er zijn leuke toernooitjes overdag waar ik nooit aan heb hoeven te denken, maar misschien nu wat kan gaan doen. Ik heb een racefiets die veel te veel in mijn garage heeft gehangen. Dus die ga ik echt meer gebruiken om nog meer onze mooie omgeving te verkennen. Ik heb een tuin, ik kan het wat rustiger aan. Ik heb een grote tuin, rustiger aan doen waar ik nu met spoed in het weekend eventueel nog gras moest gaan maaien. Omdat mijn lieve kleinkinderen eraan kwamen. Ja. Ik noem dus nu een aantal dingen. Daar kan ik allemaal rustig aan doen. Dat is allemaal leuk en vrije tijd natuurlijk. Maar als je kijkt naar op maatschappelijk gebied misschien. Want u zit natuurlijk nu overal. Heeft u connecties binnen het Ossen. Gaat u daar nog iets mee doen? Zonder dat de mensen morgen aan mijn deur moeten staan. En misschien ook nog niet in januari, februari. Ik wil heel graag iets gaan doen. Om voor ons iets te kunnen betekenen. In welke vorm en hoe. Daar laat ik even op me afkomen. En daar ga ik gewoon thuis afwegen. Ik moet ook niet meer te veel verplichtingen hebben. Nee. Ik moet ook niet meer te veel op de voorgrond hoeven te zijn. Maar een paar leuke dingen wil ik maatschappelijk echt nog wel gaan doen. Oké, we zien vanzelf waar we u in de toekomst nog tegen gaan komen. In ieder geval de komende maanden nog nog genoeg te doen als wethouder, volgens mij. Ja, zonder meer. Ja. Ja. Goed, veel succes daarbij dan in ieder geval. En bedankt voor uw toelichting. Ja, jullie ook bedankt. Dank je wel. Oké. Dat was Focus voor deze keer. Kijkt u de komende week vooral ook naar ons helemaal vernieuwde DTV-nieuws. Iedere dag te zien natuurlijk vanuit onze nieuwe studio.
Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.